Heet jij eens van Puzzle Games? Daar ben ik weer. Ik heb na de volgende opname heb ik even weer het huis uitgegraven. Hier gaan we dus binnenkort verder. Ik heb ook een plannetje voor vandaag. Ik ga eerst even hier de graan oogsten. En ik heb best wel wat zaadjes. Ik weet niet hoe ik eraan ben gekomen, maar ik heb ze. Dus hier wil ik eigenlijk ook even allemaal gaan planten. Weet je, ik zie hier aan de overkant doe, daar is nog wel wat ruimte. Verder wil ik vandaag met jullie wat andere dingen nog doen. Ik wil gaan zorgen voor meer eten. Dat doe ik nu al gedeeltelijk, maar nog niet helemaal genoeg. Ik wil in de mijn van de vorige keer de lapis lazuli ophalen. Dat is niet zo heel veel werk, maar dat wil ik even doen. Maar als eerste ga ik even op zoek naar andere caves. Even wat gereedschap erbij halen. Wat zijn handige dingen? Sowieso even wat kool om fakkels te maken. Het zal nog iets meer. Zo maken we het gewoon even allemaal op. Wat had ik nog meer nodig? Volgens mij niks. Dan gaan we maar eens die kant op. Misschien zijn dat nog wel wat caves. Ik zou het echt niet weten. Maar die kant zijn we nog niet echt op geweest. Hier lopen we genoeg schapen die we af kunnen maken. Het is een beetje een survival daar. Echte survival. Beetje jagen en dingen doen. Beetje verkennen. Misschien komen er nog andere dingen. Ik ga denk ik in de volgende aflevering. Wil ik een ijzeren pak gaan maken. En dan kunnen we ook een keer 's nachts gaan jagen. Die konijntjes. Wat krijg je daarvoor? Heb je daar nog iets anders voor als alleen vlees? Nee, alleen vlees. Daarvoor misschien krijg je er nog, weet niet. Treven konijnen nog meer? Misschien vart? Weet niet. Kan van alles kort zijn. We hebben hier een riviertje. Zie ik. Ik wil ook heel veel gaan doen denk ik met inkt. Dus daar hebben we inktvissen voor nodig. Hier, een cave. Toevallig. Zelfs alleen niet veel. Oh ja, ga nog door. Kom op. Ik ga wel eerst helemaal belichten en dan gaan we daarna alles eruit halen. Of alles. Zoveel is het niet. Alleen dit, denk ik. Tenzij ik zo nog wat op de terugweg zie. De bedoeling is dat we qua spullen niet veel hebben, maar vooral de rijke dingen. Dus ijzer, diamant, goud. Dat zijn dingen die wil ik wel zoveel mogelijk hebben. Ik heb alleen geen gebakken eten, dus eigenlijk wil ik ergens een grotje in. En dan misschien even een overtje of zo maken. Hier zitten misschien nog wel grotten. Nee. Kom hier tussendoor. Hier zit wat. Grappig. Dat is het doorgangetje. En daar zit de grot. Gaan we daar maar eens in. Oh, hier komen we wel omhoog. Maar ik had dat in een andere aflevering, of in een andere video had ik het er al over gehad, dat het best wel goed met mijn kanaal gaat. Het enige wat minder gaat, is de likes. Alleen, ik weet niet hoe ik daaraan kan komen. Ik maak voor mijn idee leuke video's. Ik krijg genoeg leuke reacties. Dus volgens mij ligt het niet daar, maar jullie doen het gewoon niet heel vaak meer. Dat is ook niet veel. Die kool laten we lekker zitten of nou, pak er iets mee. Maar doe dus even het blauwe duimpje omhoog. Natuurlijk alleen als je hem leuk vindt de video. Dus niet, ik ben niet zo van je moet zoveel duimpjes omhoog. En anders komt er geen volgende. Er zijn ook grote YouTube kanalen die daar doen. Ik zal geen namen noemen, maar ik zou het wel willen. Bijvoorbeeld. BrimZD, laat ik het daarop houden. Die hebben dat heel erg gedaan. Een beetje het gevoel dat ik slecht praat, maar... Ik ben een beetje verkouden geweest. Maar zo is het alweer even genoeg. Ook niks. Wat zijn er toch van die kleine caves overal? Ik ben niet echt heel slim om caves te gaan zoeken en te gaan mijnen in één aflevering. Ik kan beter eerst, of caves en mijnen is eigenlijk hetzelfde.
Maar wat ik bedoelde te zeggen is caves en eten. Dat is niet echt een hele slimme combinatie, denk ik. Maar volgens mij is het deze kant weer op om terug te gaan. Ja, daar is het. Misschien kom ik hier nog ergens een cave tegen. Ik ga even nog hier wat vlees halen. Oeh, die koe laat ik maar staan, want ik heb nog niet veel koeien volgens mij gezien. Wat kreeg ik nou? Een konijn, oh, konijnenpootje. Dat is ook iets wat ik dacht, van dat kan je misschien wel krijgen. Dan hebben we hier even wat bergen zitten, zie ik. Of ja, ik had wel gezien, maar ook wel apart iets met sneeuw erbovenop. Dat had ik nog niet gezien. Ik ga eerst even slapen. Ondertussen gaan de honden nou blaffen. Ik hoop dat ze snel ophouden. De school die loopt langs. Of verderop. En dan ga ik eens kijken. Ik zal even vlees in de oven doen. 30 ijzer zat erin. Nee, vlees erin. Ik zal even eentje meenemen. Ik zal even de ijzer... Ik denk dat ik nou gewoon alvast dit ga maken. Wat ben ik er weer aan bezig? Eerst ga ik even een houten of een ijzeren zwaardje maken. Die haak ik ook nog niet. Er zat heel veel wind volgens mij. Ik ben ook nog niet echt buiten geweest vandaag. Of niet eigenlijk. Ik krijg ijzeren dingen niet enchanten. Dat vind ik gewoon puur zonde van mijn enchant. Misschien een zwaardje is een keer licht. Maar ik kan daar ook nog niet enchanten. Dus ik heb ook nog niet veel keus. Ik ga een andere keer opzoeken hoe ik een standaard kan maken voor de kleding. Ze bestaan wel tegenwoordig. Ik hang nu nog even de mijn zelf in. Ik denk dat we de andere keer hier misschien, of een andere binnenkort een keertje. Ik ga ook eens kijken hoe diep ik eigenlijk al zit. Zit ik al op 10? Nee, heel lang niet. Ik moet nog 14 blokjes ongeveer omlaag. Eerst even deze cave leeg halen. Hier zat nog lapjes in en wat redstone. En dat kan je niet met de stenen. En die hakt de vorige keer nog niet. De ijzeren. Denken. Hier zat er echt. Ja, hier. Wat lapjes, jongen. Nog wat omheen. Wat lapjes heb je volgens mij ook tegenwoordig nodig. Sinds 1.8 om te enchanten. Dit is even lekker voor de XP. Maar allemaal weer omhoog. En dan zat, dacht ik, hier nog redstone. Haal ik dat nog even weg. En dan is het alweer het einde van deze aflevering. Doe dan even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk even op Pascal Games. En zie ik jullie graag de volgende keer alweer. Dat wordt dan alweer aflevering 7. De volgende. Doei!